Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Hebben jullie vandaag een beetje een leuke dag gehad? Ja. Hebben jullie genoten van het weer? Ja. Het is vandaag ongeveer 27 graden buiten. En ja, ik kon lekker zonder jas naar het werk fietsen. En weer terug natuurlijk. En ik heb ook een beetje genoten van het zonnetje. Stel, je zou naar het werk fietsen gewoon niet meer terugkomen. Het is goed dat hij erbij zat dat hij terugkomt. Ik had niet verwacht dat hij ook nog zou terugkomen. Jij? Oeh. Ik had het niet verwacht. Ik denk hij slaapt op zijn werk. Voor de rest is het wel warm. Krijgen. Ja. Donatie voor vogelvoer voor in je vogelhuisjes. Hé, hey, dat is super lief, man. Dankjewel. Dat kan ik oprecht gebruiken. Elisabeth koopt elke keer vogelvoer. Wat leuk. Dankjewel, Sergeant Sanderson. Thanks, bro. Niet dat ik daar heel erg van hou, hoor, van de warmte. Maar het is prima te doen, want zonder jas en in korte mouwen vind ik altijd wel fijn. Heerlijk. Maar ik heb weer een review-video voor jullie. En deze keer zijn het mergpijpen. Mooi. Kennen jullie mergpijpen? Zeker. Vast wel. En die ga ik eens even proberen. Het zijn reuzenmergpijpen. Er zitten 6 in. En ja. Nou, proberen maar dan, hè. Even kijken. What the fuck? Wat raak wel. Of ik hem open krijg. Ik moet hem natuurlijk wel eens open krijgen, anders kan ik ze niet eten. Oké. Okay. Mooi. Hij is open. Deze guy is zo goed in reviewen, die legt alles uit. Het enige wat hij niet doet... bij de reviews, en dan ga je zo meteen achterkomen, is letterlijk vertellen wat hij ervan vindt. Als ik zo'n focusblikje drink en jullie vragen van waar smaakt het naar, en ik heb een kleur, want ik heb nu de oranje, maar normaal heb ik altijd de gele, want dat vind ik de lekkerste. Kan ik jou vertellen waar het naar smaakt, waarom ik het lekker vind, en dat is een review. Wouter niet. Wouter zegt, nou, het is gewoon lekker. Ah, ja, het is gewoon lekker. Let maar op. Dat is wel zo mooi aan hem. Zo zien ze eruit. Er zitten er 6 in. Dat is natuurlijk fijn, want een mens moet goed eten en een Wouter ook. Want ik ben natuurlijk een grote man, zoals jullie kunnen zien. Zo! Ik ben 1,88 meter. Wouter! Zo'n lichaam van 1,88 meter moet natuurlijk wel wat eten in. Dat begrijpen jullie wel natuurlijk. Nou, we pakken een mergpijp. Ja, nou, hij heeft wel een punt. Hij ziet er mooi uit. Ik vind dat het zo mooi ontwikkeld, hè. Dan heb je hier van dat zwarte, hier wit en hier weer zwart. Ze hebben er echt hun best op gedaan. Nou, maar eens een hapje nemen dan. Nou, hij praat heel mooi, hè? Dat was ook wat mij meteen... Ik ben benieuwd of hij nu wel een goede review kan geven. Ja, de binnenkant ziet er ook leuk uit. Oh. Je hebt hier van dat soort... wat is het? Kersen of niet? Iets van kersen, ik weet niet precies wat het is. Dat zit er binnen ingevuld. Ja. Maar eigenlijk is het gewoon cake met wat glazuur erover, volgens mij. Oh. Zo kan je het vergelijken. Een soort cakeje met wat glazuur erover. Maar wat vind je ervan? Maar? Ja? Mond leeg eten? Het smaakt natuurlijk wel lekker. Maar waarnaar? En hoe, wat voor manier? Wat proef je? Want hij is al op inmiddels. Grote Wouter. Ja. Ja. Mergpijpen is. Het is marsepein. Oh ja, dat klopt. Ja, dat is marsepein wat er omheen zit. ja, tegen goed. What's up, Jeffrey? Thanks for the prime. Dankjewel, Jeffrey. En lekker qua smaak, kan ik je wel vertellen. En nu? Nou, no. De mergpijp is goedgekeurd door Wouter Boeven. Hij is lekker. Ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer natuurlijk. We weten niks. Waar smaakt het naar? Ja, weten we niet. Het is we weten wel hoe het eruit ziet nu van binnen en dat het mooi is. Maar we weten niet waar het smaakt. We hebben geen idee. Oké, genoeg internet voor vandaag. Hij smaakt naar lekker, Milan. Luister je niet. Jij hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ja. Nou ja, mergpijp. Zijn er nog meer? Tosti maken. Iedereen, dat is heel herkenbaar. Iedereen. Oh. Kijk nou. Hoi. Focus drink. Oh, hij heeft hem wel. Wat goed zeg. Oh, wat goed. Focus drank noemt hij het ook. Hij heeft een versie die ik niet heb hier.
Wacht even, dit is Focus Drink, staat hier. Wacht even, hij heeft Focus Drank? Oh, hoeveel procent? Wacht eens even. Het is van YouTube, Royal Fistic. Ah, oké, dat wist ik niet. Oh, hij had ook geen idee. Wat goed. Nou, oké. Een eerlijke review van Focus Drink. Jammer dat ze er niet zijn. Royal Fistic, ja. De standaard meme. Oké, daar gaan we. Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik heb vandaag focusdrank. Hier de rode, de blauwe, ja, en de oranje. Oranje. Die heb ik hier ook. Ja, iemand vroeg me pas op Instagram of ik een keer focus wou reviewen. Dus, okay. Dat ga ik maar een keertje doen. Mooi. Dit is eigenlijk een soort drankje van vloggers, volgens mij. Ik weet niet van welke, want... Ik ken ze niet zo goed. Sorry daarvoor trouwens. Ik ken ze niet zo goed. Ik vind deze guy zo goed. Focus met alcohol, ja dat moet wel. Ik weet niet van welke, want ik ken ze niet zo goed. Sorry daarvoor trouwens. Oh, dat hoeft maar dit schijnt dus een drankje te zijn die ooit gemaakt door... of gemaakt. Het is in ieder geval van vloggers of zoiets. Cool. Nou ja, dit is Focus drink... Aardbei, framboos smaak. Nou, ik hou wel van aardbei en framboos. Dus dat klinkt dan goed. Bevat. Bro, hand voor je mond. Ik hou van aardbei en framboos. Dus dat klinkt dan goed. Het spuugt vol op dat blikje. Dat flesje. Zo. Bevat. Zo. Hij voelt het ook aankomen en denkt hij niet... Oh, ik doe even mijn hand voor mijn mond. Nee. Vol over dat flesje. Aardbei en framboos. Dus dat klinkt dan goed. Bevat vitamine B3, B5, B6, B12 en zink. Goed voor de concentratie. Dat is mooi, want mijn concentratie is niet altijd heel goed. Oké, nou fijn. Bevat groene thee extract. Nou, dat zou het wezen. Dat zou het wezen. Goed, nou ja, laten we maar eens proberen. Beetje pucht doet wonder. Flesje open. Hallo Chantalie. En dan een slokje. Nou. Kijk, zo ziet het. Oh, dat kun je niet zien. Ja. Hm. Hm. Ja, dat had ik dus ook. De allereerste keer dat ik focus had, toen nam ik ook een slok. En dacht ik echt, je kan het niet plaatsen of zo. Het is een... tenminste, die rode kan ik niet plaatsen. Die oranje trouwens ook niet zo heel erg. Die blauwe kan ik wel plaatsen. En die oranje ook. Zo, dan heb ik een gigantische slok. Ik vind het best wel prima smaken, dit. Nou, mooi. Dat is fijn. Ja, het smaakt niet heel verkeerd. Nee, ik zou niet... Het lijkt ook alsof op ieder moment hij ook alles meeslikt wat hier zit. Zie je dat? Hij slikt zo hard dat ik bang ben dat hij zijn eigen tong ook meeslikt. Kijk hier, het is echt... Hoppa, alles gaat er binnen. Hop, hop. Ja, het smaakt niet heel verkeerd. Het zit er nog allemaal, gelukkig. Ik had het slechte verwacht, want ik hoorde al wat klachten van mensen, maar ja, het valt best mee. Zie je wel, chat? Het valt best mee. Nou, haal even zo'n blikkie. Hè? De sponsor ook weer blij. Maar oprecht, haal de die met die gele dop, als je die kan halen. Ja? Was de lekkerste. Dat is het lekkerste. Goed, dan de tweede. De blauwe. Dit is focusdrank origineel. Oh, dit is de originele versie. Hmm. Zonder cafeïne. Oké. Bevat vitamine B3, B5, B6, B12 en zink. Goed voor de concentratie. Bevat groene thee extracted. Oké. Dat is dus eigenlijk gewoon bijna hetzelfde. Het is Belgisch, toch? Dit is zonder cafeïne. Dus dit kan je ook drinken voor het slapen gaan. Ja, dit is ook prima trouwens. Maar wat smaakt het naar? Dat zullen we nooit weten. Ik krijg een beetje zo'n snoepsmaak in mijn mond. Hij heeft voor het eerst, nu, we zijn erbij dames en heren, dat Wouter kan omschrijven wat hij proeft.
Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Eindelijk, Wouter. Wat goed. Ik ben trots. We zijn bij aflevering 28 inmiddels. Beetje van dat... ja, wat voor snoepjes zijn het eigenlijk? Snoepjes? Ja, geen idee, maar... Proef een beetje snoesmaak. Maar dit is ook niet verkeerd. Snoes, trouwens. Wat is dat? Wat is dat? Snoes? Hier, het lijkt een beetje op ijsthee, maar het smaakt wel anders. Maar het is op zich wel prima. Nou, mooi. Snoepsmaak. Ja, dat is ook wel weer waar. Dat zijn duizenden snoepjes. Ja, die nieuwe is in de appie nu. Maar niet overal nog. Het is niet zo mis. Er is niks mis mee. Kan je drinken voor het slapen, zegt hij. Kun je je beter op je dromen concentreren? Dan focus je je beter op je slaap. Op je remslaap. Yo, Mario Klein, thanks voor de 14 maanden Prime. Dankjewel. Dat wordt gewaardeerd dat jullie je Prime gebruiken. Prime is namelijk eerst 30 dagen gratis. En abonneren is ook gratis. Dus dat is wel voordelig, toch? Zegt Wouter over alles op zich wel prima. Ja. Op zich wel prima, wel lekker. Ja, dat is wel een beetje... Als je een bingo-kaart hebt van Wouter, dan zitten die woorden er wel bij, ja. Nou, dan de laatste. Ja. De oranje, de focusdrank. Frisneeuwdrank. Mango en limoen. Oké. Nou. Probeer maar dan, hè, Wouter. Het is zichzelf praten. Probeer dan maar, hè, Wouter. Ja, dat ben jij. Nou. Hier is ook niks mis mee. Nee, is ook gewoon prima. Is ook gewoon prima. Nou, we weten nog steeds niks. Mooi. Goed, wat nou de lekkerste is? Oh, dat hebben we helemaal niet gevraagd. Maar dat vraag je jezelf. Jojo, 15 maandjes alweer. Sarah, what's up? Thanks voor de 15 maanden Prime. 15 maanden, dankjewel Sarah. Leuk je weer te zien. Oeh, ik weet het eigenlijk niet. Wat is nou de lekkerste? Ik kan dit keer niet kiezen. Ik vind het allemaal wel prima smaken. En ik had het slechter verwacht. Nou ja, het heeft wel gesmaakt. Nou, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter. Ah, kwam mijn sub wel binnen? Nee. Ik heb mijn sub niet gezien, Axelius. Misschien komt hij zo binnen. Not sure, ik zie hem niet. Misschien ziet Tim hem. Goeie, hè? Tosti maken. Ik ben benieuwd. Hier is Wouter, welkom bij deze video. Ik ga even een tosti maken voor de lunch. Ja, het is wel een late lunch hoor, want het is al 2:30 wanneer ik dit opneem. Maar ja, ik heb nu zin om een tosti te maken. Dus ik ga even een tostietje maken en jullie kunnen meekijken. Fijn. Wat hebben we allemaal nodig voor een tosti? Kaas en 2 broodjes. Niemand weet het. En natuurlijk het tosti zetapparaat. Zo, de kaas zit op het broodje. Bro, ik weet het niet. Zijn dat vieze handen of is dat... Is dat zijn echt pigmentvlek? Want op zich, voordat je een broodje vastpakt, was je handen toch? Tosti zetapparaat. Hoe noem je dat dan? Tosti zetapparaat. Ja, volgens mij is dat. Ik zeg dat ook hoor. Tosti zetapparaat. Tosti ijzer. Ja, volgens mij is dat iets uit het noorden, man. Volgens mij is tosti zetapparaat iets uit het noorden. Want ik vond het dus niet raar klinken. Ik las het hier ook. Oh, hij zegt wel, ja, klopt. Maar volgens mij is dat iets uit het noorden, ouwe. Tosti zetapparaat. Ja, hier. Het kan wel. Ah, met tosti zetapparaat kom je er ook. Ik vind hem goed. Hier, dan kom je zelfs bij de Milan, de goeie. Ik keur hem goed. Ik keur hem goed. Tosti zetapparaat, jongens. Niet zo vervelend doen nou. Ga je tosti zetten? Ja. Oh ja, dat klinkt inderdaad wel raar dan, ja. Als je zegt, even tosti zetten, weer uit weg. Ja, je hebt gelijk. Dat klinkt ook wel raar. Dus nu moet het broodje gewoon even in de tosti zetapparaat. En dan moet je gewoon even wachten en af en toe controleren of die al klaar is. Oh. Wacht even. Ik krijg een bericht.
ready. Oh, Knol Poggers. Okay. Ja, dit is dus kut. Oh, oké. Okay. Mooi, het is gestopt. Want op zo'n tosti-setapparaat staat nooit een tijd bij hoe lang je moet wachten. Dus je moet het gewoon controleren. Maar voor de rest is zo'n ding natuurlijk hartstikke handig. Maar je doet gewoon... Nee, je doet gewoon wachten tot het lampje groen wordt, toch? Je flikkert er gewoon in en dan het lampje groen is. En dan zit je meestal wel goed, toch? Toch? Gebruiken jullie een timer voor tosti? Ik heb nog nooit een timer gebruikt. Nee, dan is hij op temperatuur. Oh ja, dan is hij warm. Oh ja. Je merkt ook gewoon meteen wie eigenlijk altijd zorgt voor het eten in huis. Ik niet. Shout-out Elisabeth. Ik kan me niet herinneren wanneer het laatst is geweest dat ik zelf een tosti heb gezet. Sorry. Sorry. Gewoon je broodje erin. En even wachten. En dan heb je een lekkere tosti. Oh, trouwens, ik bedenk me net iets. Ik ben nog even wat vergeten. Ik moet er ook nog wat... Oh. Oh. Ik moet er ook nog wat boter bij doen. Waarom? Want wat boter op je tosti maakt natuurlijk extra lekker. Dus ik pak ook even wat boter. Zo, ik heb er wat boter op gedaan. En ik wou ook nog wat van dat geraspte kaas bovenop de tosti gedaan. Dus zo smelt de kaas nog wat beter. Oh, hij heeft van dat bakboter erop gedaan. Hij heeft dat bakboter heeft hij erop geflikkerd. Bro, waarom is tosti maken bij iedereen zo anders? We zijn toch allemaal Nederlands? We zijn toch allemaal dezelfde tosti gewend? Oké, okay, correct me if I'm wrong. Broodje? Correct. Kaas? Correct. Broodje? Correct. Tosti. Klaar. Meer hoef je niet te doen, toch? Waarom de fuck moet er ham bij? Waarom moet er... boter bij. Is ham echt verplicht? Ik doe nooit op ham. Salami? Ja, nee, nu moeten jullie stoppen, hoor. Doe je ook zeker chocopasta erop? Ja, het is goed met jullie. Zuig mijn bal, bro. Ja. Oké. Okay. Nee, ja, pindakaas tosti. Lekker, man. Goeie. Lekker. Ach, man. Ga fietsen. Het is goed met jullie. Erin. En want de tosti natuurlijk extra lekker. En nu even wachten tot hij klaar is. Ja, sambal. Eens even kijken hoe het met de snikker tosti... ertussen. Ja, is goed, joh. Ham met... Oké, kaas, ham, sure. Maar bro, kom op, man. Kan ook te ver gaan. Pesto. Ja, tuurlijk. Maak er maar weer wat van, joh. Die staat. En... Oh, hij blijft hier aan plakken. Maar hij ziet er wel goed uit, denk ik. Ja. Ik wacht nog even een paar minuutjes. En dan zou hij wel klaar zijn. Waarom denk je dat hij daar blijft plakken? Want daar letterlijk jij je boter hebt geflikkerd. Goed, de tosti zou nu al klaar zijn. Oh, wat fuck? Even kijken. Hij blijft nog steeds plakken, maar dat komt natuurlijk omdat ik dat kaas erbovenop heb gezet. Ja. Nou. Oh. Ik moet een beetje voorzichtig doen, want ik heb geen zin om mijn handen te verbranden. Dus even kijken hoe ik dat ga doen. Zal ik ze gewoon pakken? Wat? Dit is voor het eerst dat die tosti... Oh, die blijft wel erg plakken. Oh, nou valt hij eraf. Maar, ik heb hem. Dus, ja... Hij ziet er goed uit, de tosti gemaakt door mij. Even een bordje pakken, natuurlijk. Meestal pak je eerst het bordje en dan leg je tosti op het bordje. Is wel handig om hem even op te zetten. Dan kan ik natuurlijk wel met mijn handen gewoon eten, maar een bordje is wat netter. Dus hier heb ik een bordje. Dit is ook echt elke Nederlandse keuken, dat gewoon er altijd mokken zijn met andere kleuren. Kijk hier links. Er zijn altijd mokken met andere kleuren. Je koopt een set... En op een gegeven moment dan gaat er eentje kapot per ongeluk of zo. En dan krijg je een mok cadeau van iemand. En dan flik je dat maar hierin. Omdat je denkt, ja, anders vind ik het zo lullig als ik het niet gebruik. En... en dan zit je met 15 mokken met een andere kleur. Dat je denkt, ja, tering. Dan laat het setje maar zitten wat ik heb. Verdomme. Een ander gewoon eten, maar een botje is wat netter. Dus hier heb ik een botje. En dan doe ik daar blondbok, zou dat, ja. De tosti op. En dan kan ik even lekker gaan eten. Nou, heet smakelijk, man. Nadat je een tosti-set-apparaat gebruikt hebt, moet je natuurlijk ook hem weer opruimen. Dus ik doe de stekker eruit. Zo. En ik ruim... Oh, even op slot doen. Nou ja, op slot doen. Wat zijn al die satéprikkers daar? Waarom liggen daar allemaal satéprikkers? Dat heb je toch gewoon in zo'n klein bakje? En ik ruim... Oh, even op slot doen. Waarom is dat? Weet iemand dat?
Tandenstokers. Ja, waarom ligt dat daar? Snuit hij de tosti in driehoeken? Oh, dat moet ook nog weer natuurlijk. Jullie zijn echt moeilijk, man. Maakt hij het niet schoon? Even af laten koelen. Waarom zoveel dingen doen, joh? Flikker gewoon broodje eronder en hup, weer weg. En dan boeien. Dat maak je toch niet elke keer schoon? Gewoon één keer in de 5 tosti's die je maakt of zo, weet ik veel. Nou ja, op slot doen. Ik kan het dingetje dicht doen. Of hoe je dat ook noemt. Nou, we ruimen het ding op. We doen hem weer terug in de kast. Zo. Wat opgeruimd. Staat netjes. Natuurlijk moet je... Opgeruimd staat netjes. Kijk die tafel achter hem. Dit is zo goed. Wat een motto. En vervolgens niet naleven. Oh, daarom, Wouter is echt een held, bro. Wouter is zo ook goed. Ook even proeven of de tosti lekker smaakt. Nou, ben benieuwd. Waarschijnlijk zegt hij prima. Als hij nu prima zegt, dan geef ik jullie een euro. Allemaal. Nou. Ja. De tosti is goed gelukt. Ik eet even verder. En dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. Doei. Nee. Ja, Wouter. Ik krijg allemaal een euro van jullie. Hij zei het niet. Verdomme. Hij zegt, ja, prima. Ja, prima. Nou, nu Wouter niet. Prima. Wat een held, hè? Oh, jeetje. Kijk nou eens. Een Instagram. Ik ben Wouter Boeven. 22 jaar. Een vaccinatiemeuk. Een saizenbroodje. Dit is toch top. Dus ik hou hiervan. Dit is zo goed. Alles is perfect. Hij is zo'n lieve jongen. Hij is zo'n lieve guy. Bla bla bla, jakker de smaker dit. Half liter, ja klopt. Oh, even 3 liter bier gehaald. Oh, wat een held. Oké, alsjeblieft, eerlijk verdiend. Thanks euro, dankjewel man. Oh, wat goed hier, 0,5 liter Jupiler. Oh, dit is echt fantastisch. Wat is dit? Cannabis. Nieuw drankje proberen. Ja, dit is zo goed. Wat doet hij? Ooit in mijn leven zou ik dit willen bereiken, maar het gaat natuurlijk nooit gebeuren. Een mens mag dromen. De Silver Creator Award, daar gaat hij voor. Ik ben hartstikke trots op wat jij al hebt bereikt. Thanks. Ik geloof in je, Wouter. Bedankt. Altijd doorgaan, nooit opgeven. Zou ik zeker doen. Bla bla bla, jakker de smaker dit. Hey, het werkt. Hier is je euro. Thanks, Jeffrey. Bedankt voor jullie euro's. Als je wel prima had gezegd, dan was ik echt arm. Dan had ik ineens heel veel geld minder. Suske en Wiske, wat heeft hij hiermee gedaan? Hij leest dit gewoon. Ik ben ook stripper. Dat is een kutrol. Fucking troll is dat. Oké. Okay. Leuk, Wouter. Wat is je story? Midden in de nacht worden, wakker worden en zien dat het pas 2 uur is en je nog heerlijk kan omdraaien om een paar uur te slapen. Oké. Okay. Ja. Vandaag begint het EK vrouwenvoetbal. Vandaag alweer 10 jaar geleden dat ik van de basisschool afging. Ik heb dat niet eens bijgehouden. Ik weet dat niet eens meer. Weet iemand dat nog? Ik heb geen idee. No clue. Mijn opa en oma zijn vandaag... Nou, gefeliciteerd. Dat is wel dat is een accomplishment. Voor hun dan. 1 jaar geleden. Tijd voor champagne. Oh, dit is zo goed. Oh... Wouter, zo goed, Wouter. Dit is zo goed. Wat leuk. Bla bla bla, jakker de smaker dit. Deze post. En dan erbij zetten. Mooie leeftijd, 93. Hey, Cookie Monster, ook een euro. Dankjewel. Dankjewel.
Eerlijk verdiend. Prima. Prima. Oh, daarom. Oh, wat leuk. Wat succes, Wouter.